Goedenavond, dames en heren. Ik heet jullie allemaal namens het bestuur van harte welkom op deze prijsuitreiking. Bijzonder heet welkom de burgemeester van de gemeente Boxtel-Liemde. Hart welkom hier in deze sportkantine. Ja, zeg ik dan altijd. En Lennis Heuvel, hè. Als je Liemde noemt, dan moet je die ook even noemen. Ja, u zult denken, waarom is een burgemeester vanavond hier? Ik krijg natuurlijk graag prijzen uit. Dat is ook wel iets wat een burgemeester doet. Maar dat niet alleen. De burgemeester komt soms ook wel eens als er flink gescoord is in een vereniging. En dat zal vandaag behoorlijk gebeurd zijn. En scoren doe je natuurlijk met z'n allen. Maar er zijn hier vanavond een aantal mensen of iemand aanwezig die extra gescoord heeft. En diegene die wil ik graag eventjes naar voren halen. Dat is meneer Van den Bos. En ik zou zijn vrouw Josien ook even willen vragen om naar voren te komen. Goed, ik voel me een beetje als in een bokswedstrijd zo met dat draadje van bovenaf. Maar ik ben hier vanavond voor belangrijke dingen, dus ik ga ook even eerst iets belangrijks doen alvorens ik u toegespreken. Ja, de fameuze ketting. En ik zie al dat ik hem om moet draaien voordat ik mag beginnen. Dus een ogenblikje nog. Ja, en zo probeer ik u twee keer te foppen, want waarom draai ik deze ketting om? Het is namelijk zo, de ketting heeft, het amulet heeft aan twee kanten een wapen staan. En het ene wapen is dat van Boxtel en de andere is eigenlijk het Nederlandse wapen. Frans, ik wil graag het woord richten tot jou en Josien. In 1985, toen er een nieuwe sporthal kwam bij de Haagakker, en dat is die sporthal heeft inmiddels weer plaats gemaakt voor woningbouw, toen was jij betrokken bij de oprichting van de zaalvoetbalvereniging Haagakker. Ja, het is ook belangrijk bij zo'n vereniging dat administratie bijgehouden wordt. En daar hebben ze mensen voor nodig die je dat aan toe kunt vertrouwen. En volgens mij was jij zo iemand en hebben ze daarom die verantwoordelijkheid, grote verantwoordelijkheid van zo'n club, in uw handen gelegd. Iedereen kent jou ook nog als plaatsvervangend scheidsrechter, zie ik hier staan. En je aanwezigheid bij wedstrijden werd volgens mij altijd gewaardeerd, zoals ik het hoor. Want ik heb heel veel dingen die ik natuurlijk van mensen te horen krijg. En naast je passie van het zaalvoetbal ben je ook betrokken bij een all-terrain bike club en fietsclub. En dat zijn de Tuimelaars. En daar ben je ook medeoprichter van. Het zal je niet raar overkomen als je op grond van dit soort zaken op een gegeven moment ook opvalt bij de mensen rondom je heen. Ja, dan heb je wel eens kans dat die mensen bij elkaar zitten en zeggen van ja, die Frans die doet dat nu al zo lang en zo goed, daar moeten wij iets mee. En dan, dan gaat men toch verderop en op een gegeven moment komt men dan bij mij terecht en met een heel stel vragen aan mij of ik eventueel voor jou iets kan betekenen. Nou, uiteindelijk hebben we dat allemaal bekeken en hebben dat natuurlijk naar de koning opgestuurd. En dan mag ik jou zeggen dat de koning heeft behaagd om jou lid te maken in de Orde van Oranje Nassau. Een groot applaus, dames en heren. Als het goed is, ik weet niet of dat allemaal gebeurd is, anders kom ik dat van mijn leven nog even. Ja, daar komt hij aan. Is er een keurig blosje bloemen voor u? Want zonder u en zonder dat u dat allemaal van mij in rekening had genomen, had hij dat werk nooit kunnen doen natuurlijk. Dus vaak de felicitaties van degene die achter de gedecoreerde staat, willen wij ook nog even een applausje voor. Dan wil ik dat met een bloemetje nog extra. Applaus. Ja, en om te laten zien eventjes dat het allemaal echt waar is en dat wij die dingen niet in de kast hebben liggen, laat ik je ook nog even zien dat er nog een heel briefpapier bij zit eigenlijk, waarin het ook nog onderschreven is dat u dat werkelijk verdiend hebt. En het is misschien leuk om dat een keer aan de mensen te laten zien, want dan ziet u dat overigens weer.
Dat moet eigenlijk wel allemaal terug in de doos. Ja, ja. Dat is heel moeilijk hoor. Kijk, en dan kunt u het hier zien. Kunt u dat allemaal keurig zien, dat het op een orde geschreven is. En dan, ja, dan weet u dat het zo is. Ja? Oké, bedankt. Ja. Kom. Heel, heel goed. Let op. Applaus. Dan zult u denken, waarom gaat die burgemeester nu niet naar huis toe? Dat zou ik natuurlijk op zaterdagavond op een laat tijdstip altijd graag doen, waren het niet. Dat daar waar ik heel graag voor op pad ga, en ook op zaterdagavond kun je me eigenlijk altijd voor wakker maken, is de vrijwilliger en de mensen die vrijwillig bij de sportvereniging, maar ook op allerlei andere gebieden bezig zijn om Boksel beter te maken, om Boksel gezellig te maken, om Boksel uniek te maken. En daar hebben we er vanavond niet één, maar daar hebben we er twee van. En die tweede wil ik graag even naar voren halen. En dat is de heer Hans de Kort. En zijn vrouw Riet. Dag Riet. Het is leuk, want Hans hield mij net vooraan en die zei: burgemeester, ik wil u nog even spreken, want we moeten dadelijk een lintje uitkrijgen. Ja, en hij wist zelf natuurlijk nog niet dat hij daar ook een van de bruggen misschien wel zou zijn. Goed, Hans, je bent oprichter van de zaalvoetbalvereniging De Haaghakker. In 1985 en 1986 werd je voorzitter van de voetbalvereniging. Ach, een jaar later? Nou ja, dat kan altijd een foutje inzetten. Ik heb het natuurlijk altijd van de overlevering als ik het hier krijg. 3 maanden later, dus het heeft even geduurd voor je de overstap gemaakt dat een gewend was aan het feit. En toen heb je het toch gedaan. En volgens mij is daar iedereen heel erg blij om, Hans. Want dat is ook de reden dat we hier vandaag voor jou een beetje staan. Als lid van de vogelvereniging Boksel, want dat is een andere tak van jouw vrijwilligerssport, noem ik het dan maar even. Ben je actief in de opbouw van vogeltentoonstellingen en verzorging van vogels. Je sponsort de verenigingen door zelfgemaakte prijzen. Dus je probeert ook nog dat zo'n vereniging toch iets leuks aan kan bieden en de kosten toch relatief laag blijven. Je vindt het zelf allemaal heel gewoon en dat zie ik ook al aan jouw reactie. Dat je Hans doet dat gewoon en dat is een beetje de reactie dan. En dat is ook een reden, hè, als mensen dat doen en ze doen dat vanuit zichzelf. En ze doen het omdat ze het gewoon echt leuk vinden en betekenisvol vinden, houden mensen het meestal lang vol. En als mensen het dan heel lang volhouden, dan gebeurt hetzelfde als wat we net hadden. Is dat mensen er toch over gaan praten en over gaan doen. En toch een weg gaan zoeken om mensen die zo lang bezig zijn en zo gelat van de zaken hebben, toch op een gegeven moment een stukje waardering te gaan geven. Uiteindelijk is het via de burelen in Wassenaar tegenwoordig toch weer bij mij uitgekomen. En heeft het de koning behaagd om jou lid te maken in de Orde van Oranje Nassau. Een heel groot applaus. Het is voor ons ook een manier om te laten zien dat het zoiets loont. En dat wij ook proberen om andere mensen te inspireren hetzelfde te doen als deze geweldige mensen. En ik wil daarom nog een keer een hartelijk applaus hebben. En ik wil ook jouw vrouw natuurlijk precies hetzelfde een mooie bos bloemen aanbieden. Omdat jij het ook bent die gezorgd heeft dat het ook mede mogelijk gemaakt. Dat was die tweede bos die jij in je hand had. Ah, je wist niet wat te doen, ja. Nog een applausje, dames en heren. Thank you.
Ja, en ik hoop, dames en heren, dat u door dit feit 1 geïnspireerd raakt en 2 er een hele prettige avond van kunt maken, want u had alle reden om met deze vereniging een feestje te bouwen, want u had 2, moet ik zeggen, kanjers van mensen in uw midden die zorgen dat deze club nog, volgens mij, heel lang op een hele goede manier kan functioneren. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, in alle hectiek sta ik hier bij 2 geridderden in lid van Oranje Nassau. Allebei heel verrast. Ja, voor mij wel. Ja, ja was, toen ik jou zag was je zo verrast. Ja, ik heb alles geregeld voor Fransen en ben ik een jaar mee bezig geweest. Ik kwam straks hier en kreeg 2 bossen bloemen. En ik zeg, wat moet ik met 2 bossen bloemen? Ja, daar weet de burgemeester weet er alles van. Maar we hebben voor het van het bestuur van 3 man een koninklijke onderscheiding hebben dus. Ja. Ik vind het knap. Ze zeggen altijd, je mag het niet weten als je een onderscheiding krijgt. Maar dit was een heel leuk verhaal. Jij belt mij op om te vertellen, omdat wij toch met de camera hier waren. Bel je mij op om te vertellen dat Frans een onderscheiding zou krijgen. Ja. Ja? En weet je ook wat er toen nog gebeurde? Ik niet. Nee. Nou, 5 minuten later belde jouw vrouw namelijk mij op. Met de mededeling dat hij het niet was, maar dat jij het was. Maar ik weet hier helemaal niks van, dus ik zag mijn familie binnenkomen. Ik dacht, ja, wat krijg je met nou toch weer? Ik vind het gewoon leuk, klaar af dus. En Frans, wist jij dat hij de onderscheiding zou krijgen? Nee, ik wist er helemaal niks van af. Zelfs mijn kleinkinderen die het wel wisten, die hebben het helemaal niet laten blijken dat ze het wisten. Die hebben het echt helemaal goed kunnen verzwijgen. Ik was totaal verrast hoor, echt. Ik zag ook aan jou precies hetzelfde, hè, dat je niet alleen verrast, maar ook blij mee bent. Ja, zeker, zeker. Dit is iets, ja, dat denk je eigenlijk niet aan. Je doet het vrijwilligerswerk en dat doe je met plezier. En dat heb ik ook en dat doe ik nog. Want wij willen, elk jaar willen we stoppen, maar elk jaar zeggen we weer, we gaan weer verder. De burgemeester zei ook, en dat geldt voor jullie allebei, maar voor heel veel mensen, dat de samenleving van Boksel drijft op dit soort vrijwilligers. Nou, en mensen die zich inzetten voor verenigingen. Ja, dat is ook zo. En ik vind dat fijn. Ik ben blij dat ik s'morgens hier in de sporthal kan zijn. Van afloop wordt een glaasje bier of dit of dat. En vaders maakt nog geen misbruik van. Maar ik vind het fijn om hier s'morgens en s'avonds te zijn. Dus. En wat vindt jouw vrouw ervan? Want je bent natuurlijk vaak bij. Mijn vrouw, die s'morgens s'avonds dan kan ze tv kijken wat ze wil. Ik kan er niet, je hoeft niet te mopperen op dit programma komt en dat programma komt. Ik vind niet alles mooi dus. Frans, jij zit nog met een paar andere dingen, hoorde ik van de burgemeester. Vertel eens. Nou, ik ben actief verzorger van een professionele wielerploeg. Dus ik zit vaak in het buitenland en onderweg. En nou? Nou ben je onderscheiden. Nog een bedankt, mij te rijken. En wat nou? Ja, dan gaan we gewoon door. Dus ik heb nog een jaar te gaan. Frans is dit jaar aftredend. En die gaan ook nog door. Dus die wordt ook, als er niemand komt, voor 2 jaar gekozen. En ik moet volgend jaar aftreden. Dus. En ja, ik sta benieuwd, ik denk toch wel weer kiesbaar. Nou, namens Omroep Dommeland nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En dit zijn nou onmisbare mensen, zoals de burgemeester het zegt. Ja. Proficiat. Ja, dankjewel. Dank u wel.